Hi Ram, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, voor jullie reacties en natuurlijk ook de abonnees. Ben je nog geen abonnee? Klik even op de button. Het helpt mijn kanaal en het zorgt ervoor dat jullie de filmpjes op tijd te zien krijgen. Dit is een reading voor Ram. Eerste teken van de dierenriem en vuurteken Ram wordt geregeerd door de planeet Mars. En sterrenbeeldram, we gaan even kijken voor jullie voor de komende tijd. Wat is belangrijk op dit moment? Universum voor sterrenbeeldram. Wat is belangrijk voor sterrenbeeldram op dit moment? Beste kaarten voor sterrenbeeldram. Eerste teken van de dierenriem, vuurteken ram. Wat is op dit moment belangrijk voor sterrenbeeldram? Sterrenbeeldram, wat is belangrijk voor sterrenbeeld Ram op dit moment. Oké. Kaarten zijn geschud, Ram. We gaan even kijken naar de eerste kaart. Ook de krachtkaart. Veel tekens hadden vandaag de krachtkaart. Misschien hebben we te maken met sterrenbeeld Leeuw. Dat zou kunnen. Dan hebben we de Six of Cups omgekeerd. Waterenergie, vissen, schorpioen en kreeft. En dan hebben we ook nog de zes van staven. Het ziet er naar uit, Ram, dat jij je glorietijden herinnert. Of althans het gevoel wat het met zich meebracht. Van overwinning of go with the flow of successen die je geboekt hebt. Het kan ook op liefdesgebied zijn. Het hoeft niet alleen op werkgebied te zijn. Maar het gevoel wat het je gaf wil je graag terughalen. Alleen, je wil het verleden niet per se herhalen. Dit betekent ook bittersweet memories. Dus het is zo dat je wel dat gevoel van euforie wil hebben, maar niet per se dat wil ervaren met iets uit het verleden. Dan zou je eigenlijk kunnen kijken van als ik momenteel in een baan zit die me niet meer dat gevoel van vroeger geeft, dan zou je kunnen kijken van naar een andere baan. Als het om een relatie gaat, dan zou je natuurlijk verder kunnen kijken. Want we kunnen altijd streven naar meer. Ook al ben je momenteel misschien succesvol. Het kan altijd beter, het kan altijd meer. Je kunt altijd een andere koers varen. Je kunt altijd een andere baan krijgen die ook goed betaalt. En die jou misschien ook wel emotionele vervulling schenkt. Dus het gaat niet zozeer om dat het nu misschien niet goed gaat. Het gaat er meer om van durf ik te switchen? Durf ik mijn gevoel te volgen? En vooral als je succesvol bent, maar niet happy. Stel dat je iedere dag naar je werk moet en je bent niet happy. Dan is het zeer zeker belangrijk om te kijken van, kan ik die combinatie vinden tussen werk en iets wat ik leuk vind? En zo ook in de liefde van, je wil niet per se terug naar het verleden. Maar je wil wel het gevoel wat je ooit had. Ja, dat mooie gevoel wil je eigenlijk terugbrengen. Dus ja, ga eventjes kijken, wat kan ik daarmee doen? Kan ik verder solliciteren? Of ben ik niet meer happy in mijn relatie? En kan ik kijken van, zijn er andere mogelijkheden voor mezelf? Dus sla je vleugels uit, Ram. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!